Renkum gaat geen geld uittrekken voor achterstallig onderhoud aan de sportparken Wilhelmina en de Bildenberg. Dat besloot de gemeenteraad woensdagavond. Aan de vooravond van de miljoenenbezuiniging waar de gemeente voor staat, wil de raad nu geen beslissing nemen over de kleine 400.000 euro die het college nodig heeft om de kwaliteit van het onderhoud van de sportparken weer op een redelijk niveau te krijgen. Wethouder Marinka Mulder vertelt wat de gevolgen zijn voor niet investeren in het onderhoud van de sportparken. Het gaat over onze kernsportparken, de Bildenberg en het Wilhelmina Sportpark. En ons voorstel ging erover dat we daar graag het achterstallig onderhoud willen oplossen. Zodat de kernsportparken weer voldoen aan de kwaliteitseisen die we er zelf aan stellen. Namelijk op het niveau redelijk. En wat moest daarvoor gebeuren om dat te bereiken? Nou, daarvoor had de raad vandaag een krediet moeten beschikbaar stellen. Zodat we een aantal maatregelen daarvoor kunnen nemen. En de raad heeft dat voorstel niet aangenomen vanavond. En toch even kort, welke maatregelen waren dat? Nou, dat gaat bijvoorbeeld over de veldafrastering. Maar dat gaat ook over kwaliteit van het veld zelf. Dat gaat onder andere over besproeiing. Waardoor we minder personeel hoeven in te zetten. Over dat soort maatregelen ging het. Nu heeft het nogal een dossier wat lang loopt. Een van uw collega's hoorde ik zeggen van het is eigenlijk al 10 jaar lang een hoofdpijndossier van de raad. Kun je er even kort over iets over zeggen? Wat is de geschiedenis ervan? De raad heeft uitgesproken dat ze graag het onderhoud en het beheer van de sportparken wil privatiseren. Dus overdragen aan andere partijen. En die onderhandelingen die bleven steeds staken omdat de partijen, verenigingen, zeggen ja, dat willen wij wel. Maar dan moet de kwaliteit van het sportveld wel op orde zijn. En dat is nog steeds niet het geval. En ja, nu schuift de raad dat eigenlijk weer voor zich uit. Wat vindt u daarvan? Ja, ik heb daar wel begrip voor. Want de raad staat voor een enorme opgave om 5 miljoen structureel te bezuinigen. En bovendien staat er een sportnota voor december geagendeerd. Dus zij wil de handen vrij houden om daar nog keuzes in te maken. Okay. Die staat van onderhoud wordt niet beter. Leidt dat uiteindelijk straks tot meer kosten? Nou, dat is wel wat ik heb aangegeven richting de raad. Er is al sprake van achterstallig onderhoud en het risico dat er nog meer achterstallig onderhoud ontstaat, die is aanwezig. En uiteindelijk voor deze sportparken zelf, want ja, die liggen er niet goed bij. Wat betekent dit nu voor de jongens en meisjes die daar de komende maanden ook nog weer moeten gaan voetballen? Nou, het betekent dat de verenigingen goed moeten kijken naar waar ze trainen en waar ze spelen. Omdat de capaciteit inderdaad op sommige sportparken een probleem kan zijn. Maar als het goed is, kan er gewoon gespeeld worden. Kunnen ook wedstrijden worden gespeeld. Dus dat komt niet in het geding. En veiligheid? Ook de veiligheid komt niet in het geding.